De nationale sprinttop stond dit weekend in de schaatshal van Kardingen aan de start van het Nederlands kampioenschap sprint. Voor veel deelnemers staat dit seizoen in het teken van de Olympische Spelen. Maar juist dit toernooi past goed in de voorbereiding daarop. Het was voor het Groningse publiek de uitgelezen kans om enkele Olympische favorieten aan het werk te zien, hoewel de kou veel mensen daarvan weerhield. Na 2 maal de 500 meter en 2 maal de 1000 meter te hebben afgelegd, bleek Stefan Groothuis veruit de beste bij de mannen. Hij liet Mark Tuitert en Bjorn Nijenhuis achter zich. Het is de derde keer dat ik hem nu win en de derde keer is natuurlijk toch iets speciaals. En ik ben er hartstikke blij mee. Ondanks het Olympische seizoen is, blijft het gewoon een Nederlandse titel. Maakt niet uit welk jaar het is. Het is een Nederlandse titel, dus ik ben er hartstikke blij mee. Annette Gerritsen was de snelste vrouw. Zij pakte haar eerste sprinttitel. De afgelopen 2 jaar kon zij haar favoriete rol nog niet waarmaken. Van harte gefeliciteerd met je titel op de NK Sprint. Het moet een opluchting voor jou zijn. Ja, ik ben heel erg blij met mijn eerste titel sprint. En ik heb hier gewoon wel een goed toernooi gereden. Mijn 500 meter van vandaag was ik niet helemaal tevreden over. Maar ja, het zijn 4 afstanden en op zich 3 uit 4 is toch een goede score. Nu ben je dus kampioen van Nederland. Dat heeft een tijdje moeten duren bij jou. Ja, 3 maal scheefsrecht. Nu heeft het dan toch wel gebeuren. Margot Boer en Laurien van Riessen, ploeggenoten van Gerritsen, completeerden de top 3. In totaal waren 5 van de 6 podiumplaatsen op dit toernooi voor de ploeg van Jacques Ory. De coach was daar tevreden over, maar keek ook alvast vooruit. We hebben dit nu weer achter de rug en het is hartstikke goed verlopen. En wij moeten gewoon heel snel onze pijlen richten op Vancouver. Waar we gewoon nog moeten verbeteren om mee te doen voor de leuke plekken. Dat is dan weer de redenering van de coach, die je ziet verbeterpunten? Ja, dat moet. We moeten verbeteren nog. En dit was weer gewoon een hele mooie wedstrijd. En dat is goed verlopen. Maar ja, je moet gewoon verbeteren in zo'n laatste maand, want de concurrentie doet het ook. Dus wij moeten dat ook. Ik kan altijd wel wat verzinnen dat een stukje beter kan. Maar dat is ook goed, denk ik ook. Want je moet ook altijd met techniek bezig blijven en proberen te leren van elke wedstrijd. En dat doen we ook wel. Maar goed, ik ben nu gewoon even hartstikke blij. Anders lijkt het ook alleen maar als je loopt te zeuren over techniek. En er is altijd wel wat. Ja, dan wil ik toch iets noemen. En het is een beetje flauw misschien. Maar ik zag na de wedstrijd het Wilhelmus. Mocht je in Vancouver winnen. Is dat dan nog een verbeterpunt? Ja, dat was even enige onduidelijkheid. Maar niet alleen bij mij, maar bij de hele ploeg. Welke kant we nou eerst op moesten staan. Omdat we niet wisten of het Wilhelmus direct zou beginnen. Met het afsluiten van dit toernooi kunnen fans en schaatsers zich richten op de Olympische Spelen van volgende maand.